Hey, welkom bij het cluster Mens en Maatschappij. Ik zal jullie kort uitleggen hoe de drie opleidingen van elkaar verschillen. Kijk je mee? Laten we bij de kern beginnen. Toegepaste psychologie draait allemaal om het gedrag van de mensen te leren begrijpen en helpen veranderen. Met social work help je kwetsbaren bij het voorkomen of oplossen van problemen en de regie over hun eigen leven te nemen. Bij sociaal-juridische dienstverlening, in het kort SJD, help je ook allerlei mensen, maar dan bij het oplossen van hun sociaal-juridische problemen. Ja, waar ligt de focus vooral op in die paar jaar? Met toegepaste psychologie focus je op het begrijpen en veranderen van gedrag van personen en groepen. Bij social work leer je hoe je zowel kwetsbare individuen als groepen weer kunt helpen deel te nemen aan de samenleving. Bij SJD ga je op zoek naar de sociaal-juridische vraag. Je kijkt naar de wet, maar houdt altijd rekening met de persoonlijke omstandigheden van een cliënt. Zo gaat het echte werk eraan toe. Met toegepaste psychologie kijk je naar de oorzaak van het menselijk gedrag. Je onderzoekt psychologische verklaringen en probeert het te beïnvloeden. Bijvoorbeeld met coaching, voorlichting of groepstrainingen. Bij social work kijk je wat de hulpvraag is en gebruik je verschillende creatieve middelen en technieken om tot een oplossing te komen. Dit doe je samen met de hulpvrager en andere betrokkenen. Een SJD'er zoekt met kennis van het recht, het menselijk gedrag en de samenleving naar passende en duurzame oplossingen voor sociaal-juridische vraagstukken. Vaak in samenwerking met andere organisaties. En welke beroepen kun je er dan mee uitoefenen? Met toegepaste psychologie kun je zowel bij commerciële organisaties als bij gemeenten aan het werk. Dit zijn beroepen als mediator, lifestyle coach of toegepaste arbeidspsycholoog. Heb je een diploma in social work? Dan kun je een hoop sociale beroepen beoefenen. Bijvoorbeeld als jeugdhulp, maatschappelijk werken in de GGZ of in de pleegzorg. Als afgestudeerde SJD'er kan je ook enorm veel kanten op. Bijvoorbeeld als sociaal raadsman of vrouw, leerplichtambtenaar bij de gemeente of schulddienstverlener. En welke opleiding denk jij dat het beste bij jou past?